Yo, ik wil nog wel een meisje willen doen straks. Wat is dit nou weer? Wat? Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij. Ik zie het even niet zitten. Ja, we zijn nu onderweg naar de Q Factory in Waardepoort. We gaan voor Vigo. Gaan wij een soort van support opdracht doen. Eigenlijk niet lekker van zijn kaasbroodje, toch? Ja, en? Het is een macchiato. Koffie. Kijk die vulling ook. Er zit maar echt een half plakje ham op. Die trein die staat weer 5 minuten stil. Het is ook weer lekker vroeg. Hij belt vanochtend, die belt simpel. Nee, moest hij niet de bel simpel bellen, maar de simpel. Ja, hoezo noem je bedrijf ook letterlijk? Ik snap het niet. Zo simpel is het. Ga gewoon naar KPN. Skere tijden met Vigo. Ja, ik bel dus onbeperkt, maar iedere keer ben ik 80 euro kwijt in de maand om extra MB bij te kopen. Koop gewoon. Wat is? Wat was dat? Nog even boys en dan zijn we er. Iemand schaam wil je het wel. Doei. Amsterdam Muiderpoort. We zijn er. Hey joh! Yo. Alles lekker. Zeker, ja? Alles lekker. Hey. Goed je weer te zien. Hey. Oh ja, nou moet ik weer wat zeggen. Jij kan ook echt niet niks, hè? Jij kan deze. Jezus, wat een schaming dood voor jou. Nou, we zijn nu in de zaal. En ja, dat. Veel te serieus vlog. Mijn vlog is helemaal niet zo lekker. Ja. Kijk, dat is Gino. Ik ga de lampjes in de lucht doen, jongens. De lampjes in de lucht. Nee. Dat is mijn truc. Dat gaan we niet doen. Even kijken of we eten kunnen halen bij het café. Ik ben nu de vlogman. Vigo gaat mee. Ik moet nog steeds mijn provider bellen. Waarom is dat ding gesloten? Ik heb iemand zo kansloos zien filmen. Jezus. Hey, die piep is wel lager BPM, hoor. Hey, yo, ik wil nog wel een beetje kunnen doen straks. Mevrouw, hij zegt betaling geannuleerd. Oh, we weten dat je geen saldo hebt. Gast, ik ben gisteren uitbetaald gekregen. Bro, deze cappuccino is koud nog weer. Ja, ik heb nog niet ontbeten, dus het moet kunnen, het moet kunnen. Ze noemen me ook wel gitarist. Die Lato die is echt dood van binnen. We zijn hier met Gino, Thijs. Kan jij filmen, Luc? Vigo is serieus aan het kijken. Ja, Vigo in de skere tijden dat hij niet eens een telefoonabonnement kan. Twee telefoons. Eindelijk is Vigo een keer zakelijk. Dit is mijn normale telefoon, dit is mijn Glennie Telly. Ja, ik wil wiet. Schat, nee, wiet. Ja, nee. Wat ben jij druk aan feedback? Jermaine. Heb jij er zin in zo vandaag? Ik heb er ontzettend veel zin in. Man is ingelogd op mijn telefoon omdat hij zijn eigen abonnement niet kan betalen. Wordt dat echt vandaag serieus de titel van de vlog? Vigo is de skeer voor 4G. Nu komt hij hier uit. Waar blijft hij? Duurt lang. Ze liggen er al blinde aap. Nou, mooi, mag je ook bewaren. Veel plezier ermee. Dank je. Wat doet er nou godsnaam konijnenvoer op brood? Hummus op broek, jongens. Mag ik even privacy, jongens? Mijn straalhart. Ongekend. Oh, nu hoef ik ook niet meer. Joy is er ook weer bij. Ja, hoi! Marcus. Kijk, leuk. Yes, boys. Kijk hoe mooi. Woehoe. Hij heeft ook gewoon een biertje in zijn handen. Dat is toch helemaal geen bier? Is dat geen bier? IJs. Ja. Hoe zie jij niet het verschil tussen bier? Ja, weet ik, wat is een Heinekenbeker? Nee. Ik vind jouw telefoon wel heel chat. Hij is hard, hè? Geel of geel? Virato geel.
Maar ook gewoon bananengeel. Hé, dat komt bekend voor. Vertel even, waarvan ben je bekend? Je bent al eens eerder in de vlog geweest. Ik lijk echt gewoon. Ik had de vorige keer een bananenpak aan. Heel veel spijt van. Ik heb eigenlijk al mijn levenskeuzes moeten herdenken. Maar daar ben ik. Sta ik dan met mijn beste vriend. En je hebt er weer wel winst op gemaakt op dat bananenpak. Aangezien je geen money kreeg voor je slechte optreden waar je een hele set... Maar toch, je hebt toch 50 euro winst gemaakt op een bananenpak die je hebt verkocht aan een of andere. En ik had waarschijnlijk niet meer gekregen voor de set. Maar mijn thuishaven set was keihard. Johan, Lely. Wat? Maar nu ben je nu eindelijk in het echte bij. Thanks voor de support. Maar je bent wel lekker op tijd. Ik kon er nog eerder staan, maar je bent moest even langs Burger King. Dit is de Holy Grail. Jij hebt echt ook weer zo'n illegale USB-stick. Hij is hard, hè? Ook een soort van weer in een bananenpak te zetten of zo. Nee, we gaan jou niet nou draaien in een bananenpak. Ja, alsjeblieft, doe. Ben ik het, dan ga ik het. Hey, maar als je moest kiezen tussen draaien in een bananenpak en niet draaien. Zo. Zo. Niet draaien in een banaan. Ik zou niet draaien. Hé, hey, maar Figo, jij bent dus techno-artiest. Nou ja, zo wil ik mezelf niet noemen. Ik ben best wel allround in de house en in de techno, hè. Dus die... Ik snap wel dat je jezelf niet zo wil noemen. Dat ben je ook niet. Ik ben ook geen roedie. Nee, gelukkig niet. Yo mensen, welkom bij de vlog. Moet ik alleen? Oké. Okay. Figo is een natuurlijke habitat. Figo fanclub boys. Hey Figo, wel voor je best doen, hè? Ja, ik vind het wel mee spannend hoor. Nou ja. Zijn crew is echt dit. De, alsof ik een fucking bekende artiest ben. Mag van jou de foto? Nee, dat mag niet. Mag van jou de foto? Zullen we dat zo meteen in Amsterdam doen met al die Chinezen van ja, mag van jou de foto? Wat een spanning. Is dit hem? Nou komt de spanning bij Figo er wel echt in hoor. Ik ga verder met je verhaal. Yes, alright. Dames en heren, alles daarboven en ertussen. Hoe gaat het met jullie? Ja, toch. Make some noise voor mijn DJ, Virato! Virato! Bijna leeg, hè? Oh ja, ik heb nog extra batterijtjes, maar die liggen boven. Die liggen beneden bedoel je? Dat bedoel ik. Zelfs Jari is er gewoon. Ja, ja. Hij is heel bekend. Supporter. Hij heeft veel geld. Hij is single. Doe een oproepie. Nog wel. Vertel. Jari. Dit is Jari. Rappelman. Ja, Rappelman. Volg me op haar niet lage streepje, ja die lage streepje. 06611, de rest komt vanzelf. Ja, ja, gore alcoholist, hè? Hoe dan? Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe? Vragen! En... Proost! Sta hier ook even naar te bieren. Ik moet ook nog plassen. Zo boven. Ik kom me echt in zo. Yo, ga even beatboxen. Figo! Figo! Is jouw eten lekker? Lekker. Heerlijk. En van jou? Het is gewoon exceptioneel, dit eten hier. Dat is echt top. Mag ik op jouw nek? Nee. Hoezo? Ga maar lekker op Figo's nek. Ja, zullen we dat doen? Nek je die? Ja, dat... Huh? Oh! Dat was echt fucking...
dat is koude muziek. Laat je horen voor DJ Pirata. Doe de twee. Nee, dit gaat fout. Dan moet jij deze inzetten. Ja. Oh, dat is voor agressie. Laat nu peuk aansteken. Is hij aan? Ja, hij is aan! Hey. Volgende keer ook weer mee. Hey, rustig. Thanks dat je er was. Altijd. Ho, oh, ho. Oh. Doei, doei. Ik hoop dat je... Niet zo intiem. Spijt me. Waarom sla jij nou? Wat de fuck doe je? Ik had niet gepikt, hè? Hij slaat gewoon, hè? Sla jij mij? Ik slaaf je moeder. Ben jij dan? Wat zei je? Bro, is er nog één keer gezegd, hè? Bro, sorry, wat schapje. Praat niet over mijn moeder, hè? Ik leg je heen. Bro, ik moet tegen! Ik moet gewoon tegen! Dus, cocktail. Wat zou je ervan vinden als ik je op een cocktail? Ik ben te breed. Kijk eens uit. Ik heb een mooi flesje gevonden hoor, helemaal achter in de schap. Je ziet er wel als champagne uit, nee? Wat gaan we nou halen? Ja, deze. Die ga ik verkopen. Mag ik hem sabreren? Doe! Mag ik. Dan heb je Shane. Au, au, au. Hier mag ik krijgen, hè? Geef eens die fles. Want dit is ordinaire pleur. Nou, we zitten met de dames hier zo. Die gaan betalen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Applausje! Nou, gefeliciteerd! Ja, je bent anderhalve week te vroeg, maar ja. Weet je te vroeg? Ja, als te laat. Biertje op jou, als je een beeld trouwens. Ja. Oh, Vico de Wingman doet het wel weer hoor. Ik snap helemaal niks van de trein, jongens. Ja? 3, 2, 1. Moet je het mogen? Tering, maar ben jij zwaar? Ik heb een fucking gegeven in geschat. Oh wel. Zal ik hem. Lekker voor je. Andere. Wacht. Ja? Ja? Ja. Hoi, joh. En nu squatten, Nee, dat wil ik niet, nee. Ja, ja. Ik wil er nu af. Ja, ja. Anyone can see what I...